Hoe lang heb je deze kliniek gegeven? 3 keer. Ja, dit was de 3e keer vandaag. Dan ben je of een hele goede docente, of deze kinderen pakken het heel goed op. Ik denk alle twee. Nee, deze kinderen pakken het inderdaad heel goed op. Ze hebben echt dingen heel goed onthouden en ze doen goed mee. Wat is dit voor een school? Dit is een school voor langdurig zieke kinderen die chronisch ziek zijn. Die door hun ziek zijn eigenlijk achterstanden opgelopen hebben in het reguliere onderwijs. Of daar gewoon helemaal niet terecht kunnen. En die komen dan hier op school. Vroeger waren het allemaal astmakinderen, maar nu zitten er meer diabetes, kinderen met kanker, hartpatiënten, van alles komt ze. En zeker nu hebben we heel veel met stofwisselingsziekten. Waarom hebben jullie deze danskliniek georganiseerd voor de kinderen? Wij organiseren namens Special Heroes altijd 3 keer per jaar een kliniek. En dit keer heb ik weer voor dans gekozen. De verenigingen die meedoen met het Special Heroes project, die hebben mensen die met kinderen om kunnen gaan die iets extra's hebben of die extra hulp nodig hebben of extra mentale begeleiding. Die zijn daar een beetje voor opgeleid of die hebben er gewoon wat meer ervaring mee. Als we allemaal even luisteren, kan ik zo dadelijk de muziek aanzetten voor stopdans. Yeah! Ze waren heel erg enthousiast. Ja, zeker. Zeker vandaag ook, dat er dan ouders zijn om te kijken. Dat vinden ze dan extra leuk. Kunnen ze het echt laten zien wat ze geoefend hebben. Dus dat was erg leuk. Hoe vond je het zelf gaan? Goed. Dans je thuis ook? Soms met mijn broer. Wat voor dans doe je dan? Hetzelfde dansje van hier. Geoefend? Ja. Jij deed ze ook zo enthousiast mee. Ja, ik vond het ook een beetje eng. Waarom? Want alle ouders zaten te kijken. Wat vond je de leukste dans om te doen? Met die horloge zo kijken. Dat ging ook heel goed, hè? Ja. Wat is het doel van deze danskliniek? Om te stimuleren dat kinderen ook buiten school gaan sporten. Dus naar bijvoorbeeld een dansschool of een dansvereniging gaan. Dat zou het mooiste zijn. Dat het niet alleen op school wordt aangeboden, maar dat ze ook gewoon in reguliere lessen gaan dansen. Weet je waar het liedje over gaat? Dat het gezond is om te bewegen, anders krijgt het koud. Wat je spieren goed blijven sporten en dat soort dingen. Dichterbij nog. Een certificaat voor dans. Ja. Nou, ik heb het net ook bekeken hoe jullie aan het dansen waren. Jeetje zeg, wat kunnen jullie goed dansen. Ja, dat vind ik ook.